welkom bij deze nieuwe video. Oh my god! De video van vandaag is een klein beetje anders dan de video, want vandaag lanceer ik eindelijk mijn wimperlijn in samenwerking met Bougie Shop. Eindelijk, na een jaar. Het heeft echt lang op zich moeten wachten, maar ze zijn eindelijk hier. Oh my god! Ik ben zo enthousiast over deze samenwerking. Dit is echt mijn leukste samenwerking die ik ooit heb gehad. Die ik tot nu toe in mijn YouTube carrière heb gehad. Ik ben er echt super super enthousiast over. En ik ben zo blij dat ik het nou eindelijk kan delen met jullie. In plaats van allemaal geheim moeten houden welke wimpers ik op heb en zo. Ik ga natuurlijk in de video van vandaag alles vertellen over deze wimpercollectie. Hoe ik hem überhaupt heb gekregen. Hoe de wimpers zijn. Wat voor stijlen het zijn. De prijzen en dat soort dingen. De collectie is nu al te koop. Ik zet beneden in de beschrijving een linkje. Het is gewoon te koop bij Bougie Shop. En ja, ik ben er gewoon echt super enthousiast over. Dus laten we gewoon snel beginnen met de video. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen. Ik heb dus in samenwerking met Bougie Shop een wimpercollectie uitgebracht die ik helemaal heb gecreëerd. En het zijn 3 paar wimpers. En ik heb ze hier natuurlijk alle 3. 1 van de 3 heb ik ook nou op. En deze wimpers, echt, ik heb ze helemaal zelf gecreëerd. Ik heb de stijl gecreëerd, de namen, echt alles is helemaal gemaakt door mij. Het zijn faux mink wimpers, dus geen echte mink zoals de meeste van jullie al weten. Ik draag geen echte mink wimpers meer, dus het was logisch voor mij om een faux mink lijn te creëren. En de wimpers zijn ook lekker betaalbaar, ze zijn €7,95 per stuk. Voordat ik ze ga laten zien aan jullie, wil ik jullie ten eerste allemaal echt bedanken. Want ik heb deze samenwerking letterlijk gekregen door jullie. Alles wat ik doe is sowieso indirect door jullie. Want als jullie mijn video's niet zouden bekijken, zou ik niet eens kunnen doen wat ik doe. Maar dit is echt een direct resultaat vanuit jullie. Want Bougie Shop had op hun Instagram gevraagd met wie hun een samenwerking moeten aangaan. En kennelijk hebben een heleboel van jullie mijn naam genoemd. Waardoor hun dus dit aanbod aan mij hebben gegeven. Dus ja, daar ben ik heel enthousiast over. Dus dit komt echt letterlijk door jullie. Dus deze wimpers heb ik ook echt gemaakt met jullie in mijn gedachten. En dit zijn dan alle 3 de wimpers. Ik heb een naturel wimper. Ik heb een beetje een wispy wimper en een meer dramatische wimper. Ik zal beginnen met de meest naturel wimper. En dat is de Pure Lash. Pure Lash heb ik echt 100% gecreëerd met jullie in mijn gedachten. Dit is een hele naturel wimper. Zoals jullie weten van mij hou ik altijd van hele heftige. Heftige wimpers. Maar ik weet dat al die heftige wimpers die ik altijd opdoe gewoon niet draagbaar zijn voor everyday. En ik vond het gewoon echt heel belangrijk om wimpers te creëren die je echt gewoon elke dag op kunt doen. Dus voor alle naturel mensen onder ons is Pure Lash echt geschikt voor jou. Dit is echt een prachtige naturel wimper. Ik vind hem echt fantastisch. Ideaal voor everyday. En je hebt heel veel haartjes. Het is best wel een volle wimper, maar wel heel naturel. Het is gewoon net echt mink. Dat vond ik ook heel belangrijk. Het is nep mink, maar ik wilde wel echt dat fluffy effect van echte mink lashes hebben. En dat heeft hij ook echt. Dus dit is Pure Lash, de meest naturel wimper die ik heb gecreëerd. Dan ga ik verder met lash testen. Deze wimperstijl is heel erg wispy. Over het algemeen zijn alle haartjes best wel kort. En hier en daar steken er wat langere haartjes uit. Ik hou van dit soort wispy, romantische wimpers. Vooral als ik een hele mooie ooglook heb gecreëerd, wil ik toch wel nep wimpers opdoen, maar ik wil dan niet dat mijn wimpers mijn hele ooglook bedekken. Dus zo een wimper is ideaal, want je kunt dus de ooglook doorheen zien, omdat er een soort van gaten doorheen zitten. Dit is echt heel romantisch. Het is echt een hele romantische stijl van wimper. Lekker wispy, ook weer dat echte mink effect. En dit is een beetje een medium. Het is niet een heel naturel wimper, maar ook niet een hele dramatische. Het valt een beetje in de medium categorie. En deze wimperstijl vind ik ook echt fantastisch. En zo'n wimperstijl draag ik ook echt heel erg vaak. Als laatste heb ik hier Fab Lash. Fab Lash is de meest dramatische stijl van alle 3. En stiekem ook mijn fave. Ik heb ook nou Fab Lash op mijn ogen zitten. Ik hou van dramatisch. Dus 1 van de 3 wimpers moest gewoon dramatisch zijn. En dat is Fab Lash. Hij is heel erg vol en heel veel haartjes. En de haartjes zijn ook langer dan de andere 2 wimperstijlen. Maar het is niet overdreven. Lang. Zoals je kunt zien, ik heb ze nou ook gewoon op. Het is alsnog gewoon draagbaar. Ik heb echt alle 3 de wimperstijlen heel draagbaar gehouden. Inclusief Fab
lash. Alleen deze is gewoon wat voller. Dus als je iets meer drama wilt, iets meer een vollere wimper, dan is Fab Lash de ideale wimper voor jou. En dit is echt mijn fave, daarom heb ik hem ook nu op. Ik vind deze echt prachtig, prachtig, prachtig. En ik hou er echt van. Dus dit zijn mijn drie zelf gecreëerde wimperstijlen. Ik ben er zo trots op. Ik vind ze echt alle drie echt geweldig. En ik ben er echt super, super trots op. Op de achterkant van de verpakking staat ook stappen met hoe je de wimpers kunt aanbrengen. Ik heb ook hier op mijn kanaal een video staan over hoe je wimpers kunt aanbrengen, mocht je dat willen weten. Zoals ik ook al zei in de intro, de wimpers zijn nu al te koop. In de beschrijving beneden staat een linkje. En het is wel limited edition. Dus de wimpers gaan weg. Op is op. Dus als alles op is, is het op. Dus als je één van mijn wimpers wilt hebben, of twee of drie, gewoon allemaal, dan sla ze zeker zo snel als kan in. Want ja, op is op. En als ze weg zijn, zijn ze ook echt weg. Nou jongens, dit was dan mijn hele wimpercollectie met Pussy Shop. Oh my god, ik ben echt zo trots op alle drie. Ik vind ze echt alle drie amazing. Ik ben er zo blij mee. Dit is echt een collectie naar mijn hart. I love it. En ik hou van neppe wimpers. Ik draag letterlijk elke dag neppe wimpers. Dus zo'n collectie creëren was echt 100% iets voor mij. En ik hoop ook dat jullie de wimpers echt mooi gaan vinden. Als je ze hebt gekocht, let me know als je er een make-up look mee maakt op Instagram. Tag mij erin, want ik wil echt al jullie look zien met deze wimpers. Want daar ben ik echt super benieuwd naar. Ik denk dat jullie echt even blij gaan zijn met de wimpers als dat ik ben. Want ik heb echt jullie in gedachten gehouden met het creëren van deze wimpers. Als je twijfelt over welke wimper het beste gaat zijn voor jou, of je wilt wat advies met het aanbrengen of wat dan ook, schroom dan vooral niet om mij een berichtje te sturen via Instagram of gewoon hier onder de video. En dan zal ik je vraag zo goed als kan beantwoorden. Dus ja, ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn over de wimpers als mij. En ik hoop ook dat jullie ze allemaal echt heel mooi gaan vinden. En ja, zoals ik al net zei, ik ben echt super benieuwd naar al jullie looks met deze wimpers. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!